Hallo. Vond ik een leuk begin. Hallo leuke mensen en welkom bij een geweldig leuke video, denk ik. En dat is namelijk mijn office. Ik zit er al. Zoals je misschien hier al een beetje kan zien, is dit niet mijn eigen huis. Maar ik heb heel veel beelden gefilmd naar mijn kantoor toe. Dus aankopen die ik deed, schilderen, nou alles. En hij is nu af. Dus aan het einde van de video zien jullie ook hoe het is geworden. En ga ik ook eventjes alle dingen benoemen waar het vandaan komt. Zodat je er misschien wat aan hebt. Maar eerst komen alle beelden die al hiervoor zijn geschoten. En ik ga ze gewoon een beetje achter elkaar zetten. En dan hoop ik dat je het leuk vindt. Veel plezier met kijken. Hoi mensen, eens achter me. Het is maandagavond en ik ga morgen schilderen in het kantoor, dus dan neem ik het ook even mee. Maar nu zijn we onderweg naar de IKEA en dit uitje, daar kijk ik al een jaar of zo naar uit. Dat als ik ooit een kantoor krijg, dat we naar de IKEA gaan en dat ik dan allemaal leuke kantoorspullen kan kopen en mijn bureau waar ik straks aan kan staan. Och, ik kan echt niet wachten. Dus we gaan nu naar de IKEA en ik ga jullie meenemen in wat ik allemaal koop. En ja, dat eigenlijk. Dus ik zie jullie bij de IKEA. Lekker bouncy. Ga staan. Heel leuk. En dan bij zo'n witte tafel. Oké, de stoelen zitten er al in. Tada. En nu gaan we het bureau uitzoeken. En dat is het allerleukste, het is heel groot. En dan kunnen we weer naar huis. Alles zit er al in. Zo leuk, ik heb echt allemaal mooie spullen. Ik ben zo blij. Hoi mensen. Nee. Het is weer. Mijn moeder en ik. We gaan de office verven. Dit is even de before. Helemaal lelijk geel. En hier ook lelijk geel. En nu gaan we het verven. In, nou, je ziet het niet echt, denk ik. Het is een beetje heel licht. Bijna wit, maar niet helemaal wit. Dus we doen hem before en dan zie je straks de after. Oké, update. De hele kleur is wit. Alleen de verf die we erop willen doen is helemaal niet meer goed. Dus we gaan nu naar de Praxis om weer even nieuwe verf te halen. Met het kleurtje. Alleen de rest is in ieder geval al wel witter. En hier, dit is één keer overgegaan. Dus ik doe nog even met die kleur morgen. En hier ook de kleur op. En dit blijft gewoon allemaal wit. Helemaal mooi. Dit is zo cool. We reden net langs het gebouw. En nu zie ik mijn naam erop. We gaan het even bekijken. Hier staat... Even kijken. Ja. Ja, daar! Wat cool! Oh, dat is echt heel cool. Ik ga een foto maken. Hallo, ik zie er lekker uit. Maar wij zijn al bezig met de tweede laag. Het is alweer een dag later. En kijk hoe mooi. We hebben deze kleur thuis ook. Oh, hij lijkt wel een beetje geel beeld. Het is een beetje... Ja, cremig. Het is hier niet zo mooi, maar het is heel mooi hoor. Dus we zijn lekker bezig met verven. En we hebben nu ook de eerste koffie in ons kantoor lekker meegenomen. Mijn kantoor. Dus we gaan helemaal lekker.
Hoi mensen, ik heb iets nieuws ontdekt. Dat ik mijn camera aan de mobielstandaard kan doen als het blijft hangen. Ik ben weer op weg naar mijn kantoor. Het is dinsdag en dit wordt de allerleukste dag. Want mijn moeder komt helpen en ik heb de hele middag om het mooi te maken, in te delen. Wat gaan we nog meer doen? Nog één kast moeten we sowieso ophalen. En die gaan we dus ook helemaal leuk met allemaal accessoiretjes. Nou ja, ik heb nog niet zoveel accessoires, maar wel een beetje. Dus die gaan we mooi maken. Wat gaan we nog meer doen? Ja, ik had een beetje lekker frutselen. Gisteravond gingen we dus weg en het was echt zo mooi. Dus ik heb het nu alweer zo zin om het te zien in daglicht. Want de lampen zijn nog niet vervangen. En daar komt een soort van meer geler licht in. Maar nu is het dus nog echt zo wit licht. Dat is niet zo mooi. Dus heel veel zin in. Lekker frutselen. En ik ben eerst nog alleen. En dan ga ik eindelijk mijn Desenio poses uitpakken. Ik heb een superleuke samenwerking met hun. Ga ik straks wel even laten zien en vertellen. Maar ik heb ze dus echt speciaal voor dit moment bewaard om uit te pakken. Dus ze zijn al een maand in mijn huis. En ik heb ze nog niet bekeken. En ik ben ziek trots op mezelf. Want ik heb dus één keer, ik moet zo hard om mezelf lachen. Heb ik dus dat tape wat erop zit, heb ik al een beetje afgehaald. En toen dacht ik, nee Noor, niet doen. Toen heb ik het tape er weer op geplakt. Super dom. Die gaan we straks samen uitpakken. Ik kan niet wachten. Dat is het eerste wat ik ga doen. En ik heb helemaal goed een meal prep mee voor papa en mij. Want die eten vanavond op mijn kantoor. Want die komt na zijn werk. Dus dan gaan we samen eventjes de kast in elkaar zetten die nog moet komen. Dus allemaal leuk. Ik ben er en het is zo mooi. Alleen, ik ben nog een beetje awkward om hier hard te praten. Dus het wordt nog leuk met mijn kals. Ik ga nog geen tour doen, dat doe ik straks. Maar ik zit nu op mijn bureaustoel en ik ga eventjes de Desenio poses uitpakken. Erbij gezet. Het matcht toch? Alleen hij komt niet hier. Hij komt daar. En hier komen die twee andere poses. Maar ik ben vergeten dat ik geen lijst daarvoor heb. Dus volgens mij heb ik nog wel een lijst thuis. Dus dan kan ik die eromheen doen. Dus het eindresultaat zien jullie even vanavond. Of een andere keer. Ik hoop vanavond. Nu ga ik lekker deze kasten helemaal indelen. Een beetje frutsels erin gooien. En dit moet nog helemaal anders. En dat ga ik niet allemaal filmen. Dus het eindresultaat zien jullie wel. Ik vind mezelf zo grappig. Ik kan dus helemaal genieten van dit. Haha, drinken. Snacks. En Ranja. Dat is toch zo leuk. En dit ook. Dit is zo overdreven. Maar ik ga stuk op mezelf. Kijk nou. Hier kan ik mijn telefoon in zetten. En hier mijn iPad. Die ik wel dagelijks gebruik. Geweldig toch? Ik wou net zeggen, oké, we gaan het koffiehoekje maken. Heb ik de helft meegenomen van mijn Nespresso. Hier ontbreekt iets. We gaan hem maken. Ik heb er zin in. Ik heb dus die marmeren praat van de blokker. Ik ga het trouwens, als alles af is, ga ik wel een tour doen. En dan zeg ik waar alles van is. Dat is makkelijker. Dus daar ga ik mijn kopjes lekker op doen en de koffie. En helemaal, dit wordt helemaal leuk. Voor nu hou ik het eerst even zo. Ik heb dan zo theekopjes, koffiekopjes. Hier moeten dus nog koffiecups in voor het espressoapparaat. Hier moet het bakje nog voor. En dan doe ik een soort van waterglazen en mijn koffiejars in de kast die hier vanavond nog komt. En nu is mijn leuke moeder hier. Hi!
En gaan we even lijsten halen, want dan kan ik meteen helemaal alles afmaken. Oké, we hebben iets anders bedacht. We doen waarschijnlijk deze hier. Je dacht dat ik tegen iemand anders praat, hè? En deze houden we hier, want die staat hier te mooi. Ik denk dat dit het is. Of hoog? Beetje bij elkaar zo? Ja, een beetje zo, denk ik. Ja. Ja, leuk. Kijk waar ik zit. Met mijn pap. En de bus. En dit is mijn kast. En die past helemaal handig mee. We hebben al gegeten en nu gaan we dus de kasten nog neerzetten. En nog wat kleine dingen en dan is het gewoon bijna klaar. Dus dan ga ik even, misschien vanavond, maar ik denk morgen een tour doen. Want anders is het dan een beetje donker, dus dat is niet zo leuk. We zijn er en de gaten worden geboord voor de spiegel. En de kast staat, kijk. Tadaa. Ik heb alleen nog niet zoveel wat erin kan. Dus ik heb nu alvast even een blend journal en leuk mijn nieuwe krabbelboek. En wat frutsels. Hier moet nog lekker fruit in. En nog leuke koffiejars. Goedemiddag, het is donderdagmiddag. En dit is nu dag 2 dat ik op kantoor werk. En ik ga straks de office vlog editen. Maar ik moet natuurlijk nog een tour doen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga even per hoekje het laten zien. En ook even vertellen waar alles vandaan komt. En als jullie daar nog vragen over hebben, dan moet je maar gewoon een reactie plaatsen. Oké, ik begin hier. Je komt hier binnen. Jammer genoeg heb ik een blauwe deur. En dan hebben we dit geweldige hoekje. Deze stoelen vind ik echt fantastisch. En die zijn Tobias, heet ze, van IKEA. De tafel is volgens mij van Trendhopper, maar die heb ik op Marktplaats gefixt. Dan hebben we hier een leuke bos bloemen van mijn allerliefste vriend. En die is van de H&M. Deze is van de Albert Heijn. En deze volgens mij van de Karwei. Dan hebben we hier hele mooie posters. En dan ga ik meteen door naar deze mooie poster. Die zijn dus van Decenio. En met de code NOOR30 krijg je 30% korting. Dus slijslag. En dan gaan we meteen door. Oh nee, eerst nog even hier naar de spiegel. Dit is toch fantastisch. Zo'n grote spiegel. Helemaal leuk. Dan gaan we hier, heb ik een hoekje met een mooie kast. Dit is dus die kast van de IKEA gewoon. En ja, ik vind het echt heel mooi. Het lijkt echt een beetje ver, een beetje zo'n vintage kast, maar dat is het dus totaal niet. Dan hebben we dus de mooie poster. Deze komt van een onbekend winkeltje. En dit geweldige lampje heb ik gekregen. Dit is een superleuk verhaal, want ik had mijn Pinterest-bord allemaal gedeeld laatst. En daar stond dit lampje dus op. Het was een meisje uit Hoogeveen, die heeft dus een eigen bedrijf. Ik zal het wel even hier inzetten hoe het heet. Seek and Find Vintage. En die stuurde me een berichtje. Noor, ik zie jouw lampje op Instagram of op Pinterest. Lijkt het je leuk om die te krijgen? Nou, dat vond ik natuurlijk mega leuk, want hij staat geweldig. Echt zo lekker, zo'n fel lampje. Dus die heeft ze gebracht. Ze wonen in Hoogeveen. En ik ben er echt mega blij van, want het is nu een soort van eyecatcher geworden. Kijk dan. Dit is toch super vet. Dus neem even een kijkje op deze leuke site. Dan gaan we door. Het koffiehoekje is nu niet zo mooi als normaal. Want ik wou er ook helemaal wachten op mooi licht. Want dit is normaal 's ochtends helemaal zo. Maar ja, dacht ik, hou op. Dus koffiezetapparaat, mooie koppen. Ik heb net koffie gehad. Allemaal van de Zenos. Dit is een soort vintage winkel, het goed. Dit is van de Blokker. En dan heb je nog glaasjes van de Jisk en die ook. Nou, dat staat toch helemaal leuk. Dan komen we hier aan. En hier heb ik een leuke kast. Die nog super saai is. Hier moet nog van alles in. Maar voor nu is die even zo. Met de mooie boekjes. Helemaal leuk gedecoreerd. En de plant journal. En Chamberlain koffie. Deze van IKEA. Die moet eigenlijk fruit in, maar dat heb ik nog niet. En die is volgens mij ook van de Karwei. En die ook. En dan heb je zo leuk de kast. En dan naar mijn werkplek. En ik heb dus deze mega, dit mega bureau. Die kan je dus zo naar beneden doen. Echt ideaal. Ik heb de houten bovenkant gekozen en wit onder. Hij heet volgens mij Bekant. B-E-K-A-N-T. En deze leuke stoel erbij.
En hier zit ik dan zo lekker met een leuk uitzichtje. Helemaal lekker zonnig hier. En dat ding is ook van IKEA. Ik hoop dus dat jullie het leuk vonden om te zien. Volgens mij heb ik ook voorbeelden gemaakt. Die ga ik misschien even naast elkaar editen. Want het is echt heel anders geworden. Ik ben echt mega blij. Het is zo'n fijne ruimte. Het mist nog wel wat groen en nog wat extra accessoires en zo. Maar dat komt allemaal wel. En als ik dat heb, laat ik dat ook zien op de vlog. Oh ja, en morgen krijg ik dus, heel leuk, hier... Daar. Een mini koelkastje. Echt te schattig. Een crème, een beetje retro look. En dan kan ik daar op een mooie plant zetten. En dan heb ik ook koeldingen. Dan kan ik ook cola en melk en zulke soort dingen hier neerzetten. Dus ik denk dat dit een was. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben helemaal happy. En als je een keer een kop koffie wil komen drinken, dan mag dat natuurlijk. Abonneer, laat even weten wat je ervan vond. Of als je misschien nog iets wil weten over mijn kantoor. En ik zie jullie bij de volgende.